Hoi allemaal, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne en in deze video heb ik voor jullie een mega leuke Naked Shop vlog. Ik heb hier namelijk een mega pakket van Naked. Jullie kunnen het nog niet eens helemaal goed zien, maar ik heb echt een aantal mega leuke items besteld. Ik heb volgens mij echt 3 jaar geleden een keer een broek besteld bij Naked en verder heb ik nog nooit iets besteld op Naked. En mij leek het heel erg leuk om een keer een shoplog te maken om gewoon hun kleding uit te gaan proberen. Ik hoor namelijk zoveel mensen praten over Naked en iedereen is er helemaal lovend over, dus ik dacht, ik ga het ook gewoon proberen. En in deze video ga ik jullie alle items laten zien die ik heb besteld. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb besteld? Doe dan zeker even dat blauw duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. En dan gaan we nu snel beginnen met de video. En ik moet echt zeggen, ik heb zo'n mega leuke items besteld. Volgens mij heb ik iets van 8 items. Dus we gaan beginnen. Oké, ik ga de zak openmaken. Hij was namelijk al een beetje ingescheurd. En ik zie echt al hele leuke items. Ik heb als eerste hier weer de pakbon, maar die kan het uit. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik weet niet eens meer wat ik precies allemaal heb besteld. Dus het is ook weer een beetje een soort verrassing. Maar laten we het gaan uitpakken. Ik ga gewoon beginnen met het allereerste. En het allereerste dat ik heb besteld is een broek. Ik ben heel benieuwd naar deze. Oké, we gaan beginnen met de broek. En dan zit dus nog zo'n velletje bij. Maar het is dus een leren broek. Volgens mij gewoon nepleer. Hier zit ook een... ding. Zoals ik al zei, het is dus een leren broek. En dan loopt hij dus een soort straight uit volgens mij. Kijk, het is echt een straight fit broek. Hij heeft hier zakken aan de voorkant. Verder geen zakken aan de achterkant. Maar ik vond hem zo mega leuk op de side. Ik hou echt van straight fit broeken. Dat vind ik echt het mooiste. Het is een beetje meer een soort pantalonachtige vibe. Maar dan in het leer. Daar zitten ook twee van die strepen weer zo over je been. Ik heb deze in de maat 34. Want volgens mij valt Naked dus best wel groot. Dus ik ben bijna bij ieder item volgens mij voor de kleinste maat gegaan. Maar dit is dus de broek. Ik hoop dat die gaat passen. Maar we zullen het zien. Ik vind hem in ieder geval zo in de eerste opzicht echt heel erg gaaf. Ik ga ook gelijk voor jullie de prijs even opzoeken. Even kijken. Deze broek kost €63,95. Dus ik moet zeggen, ik vind dat best wel prijzig voor een broek. Sowieso vond ik Naked eigenlijk echt te duur. Ik weet ook niet waarom, maar Naked is best wel prijzig. En meestal hou ik wat meer van kleding met een wat lagere prijs. Bijvoorbeeld van de Zara of de H&M of zo. En Naked is toch best wel een prijskategorie daarboven. Dus dat vond ik wel heel jammer. Ondanks dat de kledingitems dus wel heel leuk zijn. Maar de broek kost in ieder geval €63,95. Dan gaan we door naar het volgende. En het volgende is een hele leuke trui. Dit is namelijk weer een gebreide trui. En ik hou van gebreide truien. Vooral natuurlijk in de herfst en de winter is het helemaal geweldig. En ik ben gegaan voor deze trui. Ik ben ook gegaan voor een taupe kleurtje. Volgens mij hadden ze ook nog 2 andere kleuren, maar dat weet ik niet zeker. Ik was heel erg aan het twijfelen tussen de donkerblauwe kleur en deze kleur. Maar ik vind deze kleur echt heel leuk. Al hoop ik niet dat deze kleur mij te bleek maakt, maar ik vond dit zo'n gaaf model. Kijk, de mouwtjes lopen dus ook weer een beetje wat wijder. Een soort straight-achtige mouw. En dan heb je aan de voorkant hier een streep. En verder vond ik het model gewoon echt heel erg leuk. Ik moet wel zeggen, het stofje voelt wel iets minder fijn aan. Het voelt wel een beetje als een kriebelstofje, maar ik denk dat het op zich wel moet meevallen. Het is verder wel echt een mega zachte trui en ik vind hem gewoon heel leuk dus qua model. Deze komt ook van een speciale collectie, een influencer collectie. Namelijk van deze influencer. Ik weet niet zo goed wie zij is. Ja, ik ken haar verder dus niet, maar haar collectie was wel heel erg gaaf. Waaronder dus deze trui. En deze trui heb ik in een XS. En deze trui kost €51,95. En dat vind ik dus best wel prijzig. Dat is gewoon €50 voor een trui. En bij de H&M kun je ook €20 of €30 voor een trui betalen. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Maar we gaan door naar het volgende item. En het volgende item is dit. Oh ja, dit is het mooie jurkje. Sowieso, Naked heeft echt de mooiste jurkjes en jurken die ik ooit heb gezien. Echt, als jij een jurkje nodig hebt voor wat voor gelegenheid dan ook, ga naar Naked. Ik zag zo'n prachtige jurken. Ook al voor kerst, ook voor een gala, voor een diploma-uitreiking, voor een feestje. Ze hadden zo mega veel leuke jurken, dus ik moest ook wel een jurk uitzoeken. Al draag ik eigenlijk echt nooit een jurkje, maar deze kleur. En ik vond dit model weer prachtig en ik dacht, ik moet deze gewoon proberen. Oké, als eerste kijk even deze kleur. Het is dus een beetje zo'n zeegroenige kleur of zo. Ik vond dit echt, dit is echt een hele mooie kleur. I love it. Het is een soort satijnachtig stofje, maar niet een soort synthetisch stofje. Het is niet dat je haren statisch van wordt of zo. Het voelt in ieder geval niet zo aan. Maar verder is het dus eigenlijk een heel simpel jurkje. Als in, het idee is gewoon heel simpel. Het is gewoon een overslagjurkje. Bij de aanbeelden kun je deze het beste zien, denk ik. Je kunt ook zien, hij heeft best wel een diepe V al. Dus daar was ik best wel bang voor. Ik hoop niet dat het te diep is, want
Anders moet je er weer een soort hemdje of topje onder. En dat is mijn jurkje toch niet zo mooi. En verder heeft hij dus hier een strik. En loopt hij zo. Volgens mij loopt hij wel gewoon tot boven je knieën. Maar het leukste aan het jurkje vond ik toch echt wel de kleur. Het is gewoon zo'n chique kleur. En ik vind groen dus gewoon echt een hele mooie kleur. Ook gewoon bij mijn haarkleur en bij mijn oogkleur. Vind ik het heel mooi. Dus ik dacht, ik moet deze gewoon bestellen. Maar ik ben heel benieuwd hoe deze staat. Deze is ook bijvoorbeeld heel leuk voor met kerst of oud en nieuw. En de jurk kost €57,95. Nou, nu we nu toch een beetje met de party items bezig zijn, heb ik ook een heel leuk topje volgens mij. Dit is echt een geweldig topje voor deze kerst. Het is namelijk een off-shoulder topje. Hij is trouwens ook leuk voor met uitgaan of uit eten of zo hoor. Er zitten dus allemaal glittertjes op. En het is dus een one-shoulder topje. Dus hij zit zeg maar zo. En dat vind ik zo mega leuk. Ja, het is verder eigenlijk een heel basic topje hoor. Hij ziet er zo uit. Het is ook echt wel een dun stofje. Kijk, je kunt ook al zien, hij schijnt wel een beetje door. Ja, ik weet niet. Ik hou gewoon van off-shoulder topjes. Ik vind het heel leuk. En ja, het is eigenlijk gewoon een heel simpel item. Deze komt ook gewoon van een normale Naked collectie. Ik ben helemaal vergeten om de maat te zeggen van het jurkje. Maar het jurkje heb ik in een maatje 34. En dit topje heb ik in een XXS. En dit topje kost €28,95. Dan gaan we door grabbelen naar het volgende. En het volgende is dit. En ik heb eerlijk gezegd even geen idee wat het is. Oké, dit topje is... Oh ja, dit is zo'n topje met weer zo'n cut-out. Eigenlijk is het een heel basic item. Het is gewoon een zwart geript stofje. Maar dan heeft hij dus hier bij je borst. Of een beetje hier bij je neklijn heeft hij dus een cut-out. En wat ik een heel leuk detail vond. Want verder is het echt een heel basic topje. De mouwtjes lopen een beetje flare. Dus dat vind ik ook heel leuk. Dat maakt zo'n topje toch weer net wat minder basic of zo. En ja, verder stelt het dus niet zo heel veel voor. Deze komt ook gewoon van Naked. En ik heb deze in een XXS. En ik ga ook weer even voor jullie de prijs opzoeken. Even kijken. Dit topje kost €28,95. Dan gaan we door naar echt iets mega leuks. En volgens mij heb ik deze in twee kleuren. Ja. Ik kon namelijk echt niet kiezen. Dit was zo'n mega mooi topje. En ik ben heel benieuwd hoe deze staat. Ik ga beginnen met de kleur die mij toch het meeste aanspreekt. Dit zijn dus de twee kleuren die ik heb besteld. Een beetje zwart, grijs, bruinachtig en blauw. Dus we gaan beginnen met de blauwe natuurlijk. Tada! Ik ben echt heel benieuwd hierna. Oh ja, deze is leuk. Kijk hoe mega leuk dit topje in zit. Lijkt trouwens wel een beetje op Yin Yang, zie ik nu. Of zo, ik weet niet. Misschien heb ik het wel helemaal verkeerd. Maar daar doet het mij even aan denken. Hoe mega mooi is deze kleurencombinatie? Zo'n beetje lichtblauw met donkerblauw. Heel leuk. De mouwtjes lopen zo. Het is verder wel echt een soort knitted stofje. Het is best wel een dik stofje ook wel. Kijk, dit is de achterkant van het topje. Ik heb deze ook weer in een XS. En deze komt ook van een collectie met een influencer. Of in dit geval twee influencers. Ja, jullie kunnen de naam hier zien. Het zijn waarschijnlijk zussen of zo. Superleuk. Hun hadden ook echt een mega gave collectie. Maar ik vind dit topje echt helemaal geweldig. Ik ben ook heel benieuwd hoe deze staat. Kijk, en dit is dus de andere kleur. Dus die ga ik ook even uitpakken. Dat is namelijk deze kleur. En ik vond deze kleur dus ook wel heel leuk. Maar ik moet zeggen, ik denk hoe ik het nu zo zie, vind ik die ander leuker. Ik hou gewoon echt heel erg van blauw. Maar ik moet zeggen, ik vind bruin dus ook heel leuk. Vooral in de herfst. Maar dit is hem dus. Ja, gewoon precies hetzelfde topje eigenlijk. Het heeft wel echt een heel lekker stofje. Het is echt lekker dik en lekker warm ook wel, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd nogmaals hoe deze staat. Maar hij ziet er gewoon precies hetzelfde uit. En deze heb ik ook in een XXS. Ik hoop ook niet dat deze topjes te duur zijn. Deze kostte €34,95. Dus dat valt op zich nog wel mee. Het had duurder kunnen natuurlijk. Kun je raden wat mijn favoriete kleur is? Ik ga beginnen met dit topje. Deze vond ik ook zo mega leuk eruit zien. En ik hou van blauw. Kijk, dit is het topje. Zo kunnen jullie het beste zien. Ik vond deze kleur echt prachtig. Vooral ook zo'n mooie kleur voor in de zomer. Dit topje is denk ik ook heel mooi in de zomer. Het heeft dus van die dunne bandjes. En dat vind ik echt zo mega leuk. Dus ik zal je wel een strapless BH onder doen. Zodat je niet de bandjes ziet van je BH. Want dat is wel het mooiste. Het is ook best wel een wat dikker stofje. Maar wel een fijn stofje. Voelt echt goede kwaliteit aan. Deze komt gewoon van een normale Naked collectie. En ik heb hem in een XXS. Deze kost €23,95. En ik moet zeggen, ik vind dat best wel prijzig. Want het is in principe echt helemaal niks speciaals. En dan betaal je er bijna €25 voor. En dan weer het allerlaatste van deze hele shop. Ik zit echt in een mini zakje. Maar dit is weer een topje. Ik heb voornamelijk weer bovenkantjes besteld. Ik koop ook echt veel liever topjes, truien, jasjes dan broeken of zo. Dus vandaag. Dit is het allerlaatste topje. Deze is best wel groot ook. Hij valt best wel groot, vind ik. Dit is ook echt weer zo'n item wat je kunt dragen met de feestdagen. Of naar een heel leuk feestje of uitgaan. Kijk, even, het matcht echt prachtig met mijn nagels.
Het is dus een lichtblauw kleurtje met glittertjes. Ik moet wel zeggen, ik vind het stofje echt heel goedkoop aanvoelen. Vergeleken met de andere stofjes is deze wel echt het slechtste. Kijk, het zit zeg maar zo en dan loopt de voorkant als een waterval, zoals je nu ook een beetje kan zien. Maar ik moet zeggen, deze kwaliteit is echt, ik vind het echt helemaal niet goed. Oeh, zij heeft wel een leuk kaartje. Kijk, deze top komt ook weer van een influencer collectie. Maar hoe mooi is dit kaartje zo met dat hartje? Dat vind ik wel echt leuk. Naked heeft echt goede branding en zo. Ik vind het idee wel heel leuk. Hier hadden ze ook nog meerdere kleurtjes van. Namelijk ook nog een soort lichtgroen kleurtje. Een beetje sage green. En volgens mij nog een nude of roze kleurtje. En daarbij hebben ze dan ook een bijpassende rok. Mocht je dat leuk vinden. Het is een beetje ook zo'n strakke rok met... volgens mij ook een soort gedrapeerd effect met touwtjes. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dit kun je dus kopen als een bijpassende set. Dus dat is wel heel leuk. En ik ga natuurlijk ook even kijken hoe duur deze was. Dit topje kost €28,95. Dus dat vind ik wel een beetje te duur voor de stof. Vooral deze vind ik gewoon qua kwaliteit echt veel minder als de rest. Oh my god. En dan is de zak gewoon alweer leeg. Ik heb hier alle items voor me liggen. En ik moet zeggen, ik vind de items ook wel echt allemaal heel leuk. Naked heeft ook zo'n mega grote website. Zo'n groot aanbod. Ik denk echt als je heel de website wil doorscrollen met items, dat je echt meer dan een week bezig bent. Zo mega veel pagina's en zo. Ik heb ook echt maar bij de tops en zo tot pagina 4 of zo gescrolld. Want ze hadden zo mega veel items. Dus ik denk dat ze nog veel meer leuke dingen hebben. En zoals ik al zei, vooral de jurkjes bij Naked zijn echt gorgeous. Super mooi. Maar dit zijn dus alle items die ik heb besteld. Ik moet zeggen, ik ben zelf echt best wel tevreden over de items. Vooral kwalitatief voelen de items best wel prima op een aantal na. Verder vind ik gewoon de prijs alleen het enige nadeel. Want ik vind Naked dus gewoon best wel prijzig. Maar dat heb ik al veel te vaak gezegd. Dus ik ga erover ophouden. Maar ja, dit zijn dus alle items die ik in deze video heb besteld. Ik ben zelf heel erg benieuwd of jij ooit iets bij Naked hebt besteld. En wat je ervan vond. Ook ben ik heel erg benieuwd naar wat jouw favoriete item was van deze hele shopblog. Dus laat me dat zeker weten hieronder in de reacties. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet dan niet zeker even om dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Dat kan je onder op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg waarderen. En zo blijf jij ook op de hoogte van al mijn nieuwe shopblogs, vlogs en andere soort video's. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou hopelijk weer in mijn volgende video. Doei!